De trackers die ik in deze video laat zien, die kun je eigenlijk het hele jaar door wel gebruiken in je bullet journal. Hoi, welkom bij een nieuwe Action DIY video. Mijn naam is Elise en op mijn eigen kanaal Elise Dingen maak ik heel veel creatieve video's. En vandaag ga ik ook hier weer creatief aan de slag. We gaan namelijk bezig met trackers voor in je bullet journal. De trackers die ik in deze video laat zien, die kun je eigenlijk het hele jaar door wel gebruiken in je bullet journal. Maar ben je nou benieuwd naar nog meer ideeën voor je bullet journal? Kijk dan even op mijn kanaal Elise Dingen voor nog meer bullet journal inspiratie. Ik heb er in ieder geval weer heel erg veel zin in. Heb jij er ook zin in? Geef deze video dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Dit wordt mijn trackerpagina en ik begin met deze superleuke letterstickers. Het leek me namelijk leuk om bovenaan de pagina tracker te schrijven met deze stickers. En als het goed is, heb ik genoeg van elke sticker om het hele woord te kunnen spellen. En als ik er niet uitkom, dan heb ik nog een vel. Deze is helemaal roze en deze heeft dus verschillende pastelkleuren. Het handige van een bullet journal is dat hij stipjes heeft. Dus zo'n sticker die kun je eigenlijk heel makkelijk precies goed plakken door gewoon de stipjes te volgen. Als je zeker wil zijn dat al je letters mooi recht staan, dan kun je ook eerst lijnen maken met potlood. Of even uitmeten of het helemaal gaat passen. Ik ben daar iets te eigenwijs en iets te ongeduldig voor. Dus ik ga ze gewoon opplakken en hopen dat het goed komt. En anders hebben we genoeg leuke spulletjes om het ook weer op te lossen. Het komt toch altijd wel weer goed. Zo, zelf wil ik graag bijhouden hoeveel water ik op een dag drink, omdat ik het wel belangrijk vind om genoeg water te drinken. En het leek me heel leuk om voor zo'n tracker dit papier te gebruiken, want het doet me wel een beetje denken aan water qua kleur en qua structuur. Deze ga ik gebruiken. Zo, en dit papier ga ik wat meer decoratief gebruiken, dus het hoeft niet helemaal perfect of over de hele bladzijde, want we willen natuurlijk ook gewoon die stipjes gebruiken. Lijkt mij leuk om dit hier in een hoekje te doen en misschien ook aan deze kant. En daarvoor ga ik het papier gewoon afscheuren. Dat lijkt misschien een beetje gek, maar je zult zien, het pakt straks heel leuk uit. Ik probeer het niet terecht te scheuren en juist een beetje een soort golfbeweging te maken. Zoiets als dit. Vervolgens pak ik mijn grote vriend dubbelzijdig tape erbij. Ik vind dit spul zo handig. Het kost 32 cent per rolletje. En het is heel handig om dus dingen op te plakken. Het plakt al aan één kant. En zodra je dat op je papier hebt geplakt, haal je de bovenkant eraf. En dan plakt hij aan beide kanten. Mocht je dit nou niet in huis hebben, dan kun je natuurlijk ook gewoon lijm of een lijmroller gebruiken. Dit papier plak ik hier in de hoek en ik ga het niet te precies plakken, want alles wat ik overhoud, dat kan ik er gewoon weer om wegknippen. Ik laat je zo zien hoe ik dat doe, maar eerst plak ik dus mijn stuk papier op. Zo. En dan draai ik de bladzijde om en alles wat uitsteekt, dat knip ik er gewoon af. Ik heb nu een aantal bullet journal video's gemaakt, maar zijn er misschien andere DIY ideeën die je graag terug wil zien op dit kanaal? Laat het dan even weten in de comments hier beneden, want ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën. Vervolgens pak ik er een fineliner bij en hiermee ga ik een flesje tekenen, een flesje water. En elke keer als ik water heb gedronken, dan vul ik het flesje in met een kleur blauw. Ik zal je straks uitleggen hoe ik dat precies doe. En ik schrijf je ook hierboven water, omdat ik dus bij wil houden hoeveel water ik drink. Mocht je dit nou liever met een potlood willen doen, dan kan het natuurlijk, want je kunt het gewoon uitgummen wanneer je daarna je fineliner hebt gebruikt. Maar ik gebruik het liefst gewoon meteen een fineliner. Ik begin met het schrijven van water hierboven en dat doe ik met lusletters. Je kunt de letters zo laten, maar ik heb een leuk trucje hoe je ze nog net iets mooier kunt maken. In mijn eerste bullet journal video vertelde ik al een heel handig trucje wat je kan doen met een fineliner. Maar mocht je die gemist hebben, leg ik je hem nog even uit. Als je mooie lusletters maakt met een fineliner, kun je heel makkelijk de letters iets mooier maken door elke lijn die je naar beneden maakt nog wat dikker te maken. Zo heb je heel simpel een heel leuk lettertype.
De vorige keer dat ik deze truc liet zien, kleurde ik de letters in met de zwarte fineliner. Maar ik ga er nu voor de verandering een blauwe gelpen bij pakken. Deze lijkt me wel leuk, want die heeft ook glitters. En daarmee kleur ik alle witte vlakken die ik zojuist heb gecreëerd in. Zo creëer je simpel en snel je eigen lettertype. Dan ga ik nu mijn flesje tekenen en ik begin met de top. Voor de dop begin ik met twee lijnen van links naar rechts, maar ik maak ze niet recht. Ik maak een soort ronding erin en dat doe ik ook aan de bovenkant, zodat je dus die dop creëert. Vervolgens trek ik een lijn naar beneden. Ook die maak ik niet recht, maar ik maak een soort golfbeweging. Omdat de meeste flesjes toch iets smaller zijn in het midden. En aan de andere kant is die eigenlijk precies hetzelfde. Omdat je door een flesje heen kunt kijken, teken ik ook de bodem. En daarvoor maak ik ook weer een halve cirkel. Zoiets als dit. Hieronder maak ik voor mezelf een overzicht. Ik plaats verschillende kleuren blauw hier en bij elke kleur schrijf ik of het bijvoorbeeld veel water was of weinig water. Ik laat het zien, dat legt wat makkelijker uit. Achterin mijn journal test ik even wat verschillende kleuren, want ik wil voorkomen dat de kleuren te veel op elkaar lijken. Ik denk dat ik hier wel genoeg verschillende kleuren heb. Ik heb dus een aantal brushpennen gebruikt en die glittergelpen. Stel je voor, ik heb op een dag maar minder dan een halve liter water gedronken. Dat is echt te weinig. Dan zou ik die kleur gebruiken en daarmee een streepje zetten in mijn fles. Maar heb ik bijvoorbeeld 1,5 tot 2 liter water gedronken, dan mag ik mijn blauwe glittergelpen erbij pakken. Die is extra feestelijk. En dan zet ik daar een streepje mee. En aan het einde van de maand, dan is dus je hele flesje vol met gekleurde strepen. En kun je aan de kleuren terugzien hoe goed of slecht je het hebt gedaan. En dit is nu wat ik heb opgeschreven, maar je kan natuurlijk nog eentje erbij maken tot 2,5 liter of misschien iets anders bijhouden. Het is maar een idee en ik hoop hiermee te inspireren. Dus aan het einde van de maand, dan ziet je flesje er zo uit, dan is je helemaal gevuld. Ik vind het heel fijn om dit een beetje te freestylen, maar hou je wat meer van overzicht, dan kun je natuurlijk ook op elke lijn of op elke stippellijn zeg maar de datum opschrijven van elke dag. Voor mij hoeft dat niet per se, maar mocht je dat fijn vinden, dan is daar nog meer dan genoeg ruimte voor. Dan gaan we door en naar deze bladzijde en hiervoor gebruik ik dit handige stempelsetje. Ik denk dat dit stempelsetje heel goed van pas gaat komen bij het maken van trackers, want er zitten heel veel verschillende stempels in. Bijvoorbeeld met een glas drinken om bij te houden of je genoeg water drinkt, of een appel om bij te houden of je genoeg groente en fruit eet. Ik denk dat deze heel erg handig is en dat ik deze ga gebruiken. Er is genoeg wat je hiermee kunt doen. En er zitten ook al stempelkussentjes bij. Ik zie hier een gele en een groene. Oeh, en daaronder zitten er nog twee. Even kijken welke kleuren dat zijn. Je kunt gewoon kiezen voor je favoriete kleur. Maar je kunt ook ieder doel weer een andere kleur geven als je dat fijn vindt. Heel veel mogelijkheden dus. Ik wil graag bijhouden of ik wel genoeg groente en fruit eet. Dus ik pak de stempel van de appel. Zelf vind ik het ook heel leuk om elke dag een foto te delen op Instagram, dus de camera die pak ik er ook bij. Ik heb hier al een watertracker, maar als ik die niet had, dan had ik dit glaasje gedaan. Wat ik nog wel doe, is denk ik deze bal. Want die doet me denken aan sport en ik wil ook heel graag bijhouden hoe vaak ik sport. Ik ben heel benieuwd hoe deze roze kleur uit gaat pakken, maar voordat ik hem hier op mijn trackerpagina stempel, ga ik hem eerst even uittesten op de testbladzijde. Zelf vind ik het fijn om niet mijn stempel op het inktkussen te drukken, maar precies omgekeerd. Dus ik druk mijn inktkussen op de stempel, zo kan ik wat beter zien waar ik de inkt allemaal plaats. En ik doe dat wel echt een aantal keer, zodat ik zeker weet dat mijn hele stempel goed bedekt is met inkt. Zo. Eens even kijken wat voor kleur, hoe die op papier uitpakt. Oh, wat leuk! Gewoon een mooie roze kleur. Nou, daar ben ik wel blij mee. Testen we ook meteen even de andere stempels. Leuk! En ook een perfecte formaat voor in je bullet journal, want hij past precies tussen 4 van die stipjes. Voordat ik verder ga, pak ik er nog zo'n handige klem bij. Zoals je ziet heb ik hem al aan deze kant van mijn boekje, maar ik klem hem ook even aan deze kant.
dan weet ik zeker dat mijn boekje goed stil blijft liggen. Deze klemmen zag je ook al in mijn vorige Action DIY video. En ik vind ze zelf ontzettend handig om ideeën voor in je bullet journal bijvoorbeeld vast te maken aan je journal. Op het moment dat je al wel een lijstje hebt gemaakt met ideeën, maar nog geen tijd hebt gehad om ze mooi in je boekje op te schrijven. Eigenlijk kun je heel veel dingen doen met dit soort klemmen. Ik ben benieuwd, wat zou jij hiermee doen? Laat het weten in de comments. En voor ik met de stempels aan de slag ga, pak ik eerst een gelpen. Deze kleur vind ik wel leuk. Ook een leuk contrast met de blauw tinten aan de andere kant van de bladzijde. En met deze gelpen schrijf ik alle dagen van de maand op. Dus 1 tot en met 31 van boven naar beneden. Zoals je ziet ben ik onderaan de bladzijde en ik ben pas bij 29. Dat betekent dat 30 en 31 hier niet meer passen. Gelukkig ga ik maar 3 dingen bijhouden in deze tracker. Dus daar maak ik ruimte voor en dan schrijf ik de overige data gewoon hierop. Dus hier track ik groente en fruit. Hier komt mijn fototracker. En dit is mijn sportmomententracker. Dan schrijf ik hier nog 30 en 31. Dan hebben die ook meteen een plekje. En dan kun je hem per dag invullen. Dus iedere dag dat ik bijvoorbeeld genoeg groente en fruit heb gegeten, zet ik zo'n stempel achter de datum. Of als ik een foto heb gedeeld op Instagram, dan zet ik die stempel achter de datum. En door de maand heen zie je je tracker dan steeds meer vullen. Althans, dat is de bedoeling. Omdat we nog een beetje ruimte over hebben, leek het me leuk om nog iets met dit stickerboekje te doen. Misschien kunnen we deze hartjes gebruiken voor de dingen waar je het meest trots op was. Dus misschien een dag dat je heel goed hebt gesport. Of een dag dat je hele leuke foto's hebt gedeeld. En dat kan je dan opschrijven in die hartjes. Dus ik plak gewoon hier een aantal hartjes. En aan het einde van de maand schrijf je dan op waar je het meest trots op was. Want het kan echt geen kwaad om jezelf af en toe een complimentje te geven. Deze knalroze gelpen, die gebruik ik voor de dingen waar ik trots op was. En het woord trots, die schrijf ik met deze mintgroene kleur. Dan valt het nog net even wat meer op. En dan is ook deze trackerpagina af. Aan het einde van de maand, dan is dus elke datum gevuld met een stempel. En aan het einde van de maand is ook het flesje gevuld, als het goed is. En ik hoop dat ik je zo een beetje een idee heb kunnen geven hoe jij jouw doelen kunt tracken. Hoe je kunt bijhouden wat je graag bij wilt houden. Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om dit te kunnen doen. En vind je het leuk om nog een video over trackers te zien? Laat het me dan weten in de comments hier beneden. En is er iets anders wat je graag wil zien in een bullet journal of een ander soort DIY? Laat me dat dan ook even weten. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met mijn ideeën hoe je een tracker in je bullet journal kan bijhouden. En ik ben heel benieuwd, wat voor dingen wil jij in je bullet journal gaan bijhouden? Of misschien houd je al dingen bij? Laat het me weten in de comments hier beneden. Voor nu wil ik je heel erg bedanken en ik zie je heel graag weer terug bij de volgende Action DIY. Doei!